Johan Abma, Mr. Cambuur, is het een dag van handjes schudden? Want zo lijkt het wel een beetje. Ja, het is zeker een dag van handjes schudden en veel praten over vroeger. Ja. Wat voor herinneringen komen dan boven? Nou ja, het is natuurlijk al uniek dat je als oud-speler mee mag maken dat een club een mijlpaal haalt en dat je daarbij kan zijn. En je sowieso al hebt gespeeld voor deze club, dat is sowieso al fantastisch. En ja, dan komen er natuurlijk allemaal herinneringen van vroeger weer allemaal voorbij. Oude koeien uit de sloot, hè? Je zegt gespeeld voor deze club 452 keer. Dat is nogal wat, hè? Ja, nou, ik was er zelf nog niet helemaal tevreden over. Want ik wou 500 halen, maar dat is me niet gegund. Dus ja, maar het is wel een mooie mijlpaal geweest. Ja, maakt dat je ook trots dat je zoveel wedstrijden hebt mogen spelen voor Cambuur? Natuurlijk maak je trots dat je sowieso in het betaalde voetbal kan en mag spelen. En dat je van je hobby je beroep kan maken. Mooier werk bestaat er echt niet in de wereld. Maar ja, dat moet je wel zelf helemaal doen natuurlijk. En ja, dat is het allermooiste wat er is. En natuurlijk ben je daar trots op dat je dan zulke dagen weer iedereen kan begroeten. En dat je zulke dagen mee mag maken. Dat is alleen maar fantastisch. En hoe staat het met de fitheid? Het veld nog even op straks? We gaan zeker eventjes een klein uurtje erbij. Dat denk ik wel, ja. En vanavond nog een leuk feestje vieren, denk ik? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het is nu eventjes allemaal even zien en een praatje maken. En straks is het wat meer ontspannen natuurlijk, een biertje erbij. En dan gaan we even los.